is nacht. Hebben we daar ons ooit druk over gemaakt? Nee, het gebeurt elke dag, dus ik ben er inmiddels wel gewend aan geraakt. Maar we zijn terug, is het punt. Luisteren naar de kijkers. Reken maar van yes. Inderdaad, hoe aardig zijn wij? Ik heb geen zin om dit spel te spelen. Nee. Ze hebben inmiddels een nieuwe versie van Rust gelanceerd. De reden dat we het niet meer speelden was omdat we die willen gaan spelen, maar het werkt nog niet helemaal lekker voor ons gevoel. Dus we wilden eigenlijk even... Het zweertje is ook weg. Ja, we wilden eigenlijk even gaan wachten tot die versie net iets verder is. Maar we zijn gewoon... Oh, kijk, zie dat nou eens even in de chat. Dat is goede reclame. Maar we dachten, oké, waarom spelen we niet gewoon die oude versie? En dat doen we nu. Lekker spelen. In ons eigen server trouwens, hè? Lekker spelen server. Deze server heet Lekker Spelen. Plagiaat is dat. Ik heb nooit zo welkom gevoeld eigenlijk. Nou, degene die deze server beheert, je kunt een telefoontje van mijn advocaat verwachten binnenkort. En we zijn begonnen. We zijn echt begonnen. Je loopt rechtstreeks in een hond. Druk dat tweetje maar in of wat? Oh! Oh! Oké, we zijn nooit weg geweest, lijkt het wel. Ja, echt hè. En is dit een... Oh, Peter. Jij bent echt een dwaas. We zijn wel los van de honden. Oké, maar volgens mij staat hier een volledige bind. Oh. Yep. Oh, nee. Oh! Ik weet niet wat dat was. Ja, dames en heren, we zijn weer begonnen. Lekker spelen. Maar wat is ons doel dit keer? Ja, wat gaan we doen? Wesley is er gewoon ontkomen. Die is ontkomen? Ja, wij zijn sowieso niet zo van de happy endings in films. Nee, dit is ook geen film. Met massages dus. Misschien meer. Dat is helemaal niet het punt. Dit is gewoon geen happy end. Nee. Wesley is ontkomen. Tijd voor een nieuwe verhaallijn. Zullen we gewoon wat we eerder al bedachten? Gewoon voor bezoek. Hey, ga eens terug. Hier is een pakketje. Eerst even het pakketje bekijken. Oké, ga verder. Verschillende huisjes gewoon bekijken. Bij wie kunnen we overnachten? Inderdaad, misschien maken we nieuwe vrienden. Eerst even rondstruinen. Inderdaad, dat mis je wel hoor. Ik mis niet veel voor rust, maar dat rondstruinen. Hey, we zitten hier gelijk bij het drukke gebied. Lekker dat hangaartje. Oh. Oh. Ik hoor alweer wat wilde mensen. Hallo? We moeten wel eens voorzichtig blijven, want iedereen is nog altijd wild en rust. Ja, dat is waar. Maar gaat deze nu ook agressief doen? Wat een lef heeft dit joch gekregen. Ja, en dan lopen mannen rechts. Daar, Redman, ga naartoe. Okay. En ze zijn vol aan het schieten. Ik weet niet of het slim is. Wij kunnen niet in een wereld leven waar ook ruzie is, Peter. Dat is waar. Hallo? Ik hoor alweer honden. Roep nog een keer. Hallo? Hey, hoe gaat het met jou? Gaat wel goed met mij. Hoe gaat het met jou, Jolle? Wow! Oh man, dit spel. Oh man. Hoeveel beer? Waar komt die beer vandaan uit het niks? Roep die Jolle eens naar ons Jolle! Door. Hey. Waar Hello. Is die man? Oh! Hoe kan dat nou weer, man? Beer. Zeg maar beer, dat had ik nog niet door. Welkom bij Babbelen met Jolle. Oh! Hey, die hadden we nog niet, man. Die mag je houden. Vraag of je dit serieus meent. Meen je dit serieus? Ja, pak hem aan. Pak Grijp hem, beer. Hij staat aan onze kant nu. Er zaten een paar zeldzame tussen. Je kent toch van die mensen die van die stenen verzamelen allemaal? Ja. Die ze opgraven. Ik ben er geen van, maar... Nee, ik ook niet. Wat ga je nou doen? Ouderwets. Oh! Waar is Jolle eigenlijk? Het babbelen met Jolle was wel... Dit was het segment babbelen met Jolle. Ja, volgende aflevering zijn we er weer bij. In de volgende aflevering van Babbelen met Jolle. Meen je dit, Jolle? Die sprong kan je maken volgens mij. Volgens mij ook. Hoppa! Hoppakee, in één keer, niks mis mee. Dan lever die spulletjes nu maar in bij ons. Hoe hoog is dit gebouw? Ja, uiteindelijk is het allemaal voor niks. Ja, tuurlijk. Is het Jolle nou weer? Waar? Ik zie Jolle helemaal niet. Ik wil bij Jolle moeten blijven, man. Ik krijg zin om helemaal naar beneden te gaan. Ja, waarom ging je ook naar boven? Iedereen wist dat er niks te vinden was. Hé, hey, heb je Trion weer. Is Trion er ook weer bij? Dat joch is nooit gestopt, hoor. Nee, die stopt niet. Die blijft op ons wachten. Zo trouw is die man. Ja, die man. Hoe kan ik hier ooit nog uitkomen? Oké. We hebben nog één klapje van Jolle nodig om te sterven. Maar we gaan wel even gluren. In dat
stadje. Oké. Okay. Weet je waar hier pakketjes liggen? Oh, dit is niet het goede stadje. Maar sterf hier volledig. Ja. Moet even iemand vinden, want ik heb honger. En ik wil ergens overnachten. Dan moeten we eigenlijk die andere kant erop. Vandaar bij de hangaars zijn heel veel mensen. Maar toen gingen we er weer vandoor. Ja, door al die honden en zo. Lag er geen pakketje? Nee, hier volgens mij altijd. Daar achter ook. Maar die is waarschijnlijk ook weg. Het pakketje in het huis. Hé, hey, voor mij hoorde ik iemand. Of was het je eigen voetstap weer? Gaan we nu weer zo beginnen. Ja, maar het lijkt gewoon zo. Daar is iemand. Zullen we even bespieden? Heb je wel eens gedaan, bespieden? Ja, ik doe dat wel eens. Hallo. Hallo. Jiggly dog. Heeft die man een wapen of doet deze nou zo? Oh, dit alsof hij een wapen heeft. En het lukt hem. Handgeweer. Ik schrok toch wel even. Kijk, je moet mensen niet zo intimideren, Noon. Zullen we beste vrienden worden met z'n allen? Ze zijn weer niet zo spraakzaam, deze mannen. Nee, dan blijven ze stil als ik dat vraag. Misschien meneer Danko. Meneer Danko. Zullen we... Oi, oi, oi. Hé, hey man, net een geinig stemmetje! Ja, ik stink in een hond altijd. Kom op, we gaan meneer even... Meneer Danko, neem meneer Danko mee. Danko, laat die andere achter. Kom, we gaan. Die is geaccepteerd, oh, Danko. Man, ja, die stinkende honden alweer. Kijk. Even goed luisteren allemaal, jongens. Dat is een geinig stemmetje. Oh, er wordt dan weer geschoten. Oh, die shot de hond. Oh, dat is een man met een zwart pakkie. In de... Oh! Waarom? We doen niks. Jongens. Ja. Jongens. Ik krijg volledig slag in mijn gezicht. Oh, kijk nou. De smerige Danko. We hadden hem nooit moeten vertrouwen. Chill. Nee. Die man gaat global tegen ons. Oh man. Draai nog één keer om. Geef ze nog één kans. Oh! Waarom worden we weer beschoten? Wat is dit? Spelen we dit spel? Oh! Echt, waarom gebeurt dit allemaal? Echt een kudde mensen achter je aan om te schieten. Kun je alleen de mensen met de gespierde benen kunnen ons bijhouden. Nee, inderdaad. Dit is ook gewoon een test. Dit is een test. Oké. Doen dit speciaal voor jullie. Oké, die man. Oeh, nee. En vloep ze. Ga vriendelijk doen. Jongens. Niet doen. Hey, stil. Mosselman. Hey, Mosselman en Andy. Hey, zeg, ben jij die Mosselman? Oh! Pak hem! Nee! Oh! Nee, was terecht hoor. Was terecht. Kijk, deze mannen mag ik wel. Hey, hier man. Wow! Hey! Kijken. Hey, ik moet zeggen. Ik vind jullie best hilarisch. Stil even, ik probeer even mijn wapen te pakken dus. Ja, hij probeert er de hele tijd doorheen te praten, die gozer. Mapkeze. Ga je me nou die kogeltjes er ook in. Nee, Mosselman. Man! Oh, die smerige. Andy weer. Oh man. Je moet je kalte laden, man. Oeh, met R gewoon. Wat doe je nou, jij dwaas? Wat? Sleep ze erin. Oh! Wow! Wow! Waarom? Jij dwaas, je kan niet eens je kogels herladen. Het is gewoon R toch? Jij moet eens je kogels erin slepen. Dat betekent veel, man. Alsof ik dit spel ooit gespeeld heb.